kijkers. Vandaag gaan we een lekker potje FIFA spelen. Nederland tegen België. Wij gaan sowieso in het oranje spelen. Ik vind trouwens echt wel een mooi shirt Nederland. Welk shirt gaan... Oeh, dit shirt is wel mooi. Ik ga het gewoon dit doen. Spelinstellingen. Zullen we nou weer op beginnen? Team. Laten we... Pijlen om de team. Ja. Ik snap nog nooit waarom ze... Gakpo dan ook... Op de... Bank. En dan... Die ook voor... Bergwijn. Bergwijn mag wel ons spelen op de wissel. En dan zou ik als De Roon even uithalen. En dan ga ik gewoon met dit spelen. Dan gaan we maar de wedstrijd spelen. Even een warming up weer. Maar de wedstrijd. Het is een fraaie dag vandaag. De Amsterdamse Belgen, waar we alvast een plekje hebben opgezocht. Helemaal bovenin de Jongen wachten op de aftrap hier. Sjoerd de Vos is de naam. En samen met Jeroen Guter. Wij krijgen de aftrap. Dit moet bijna wel een gevaar. Waarom zit met een oranje bal? Het is Nederland. Moet je even aanpassen. België. Sjoerd. Dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. De paai en de dribbel. Mooie paas op Berghuis. Maar blind. Berghuis. Steven Berghuis, goed afgepakt. Dat je die net inlevert. Oh, en Virgil mist. Het Nederlands elftal heeft de bal. Op met Dumfries. Dumfries. Maar de actie komt er net niet langs. Toch eerder moeten afspelen. Sliding. Goede sliding. Yannick Carrasco. Mooi. Gaan je nadenken ook nog een potje even spelen met Vitesse. Nederland gaat in aanval. Dumfries. Daar. Mooie paas. Oh, jammer dat hij niet aankwam. Goede timing. De Bruyne nu. Moet wel voorzichtig op balbezit zijn. Die is voor jou blind. Goed. Goed door. Mensen voor de goal. Afkapping. Geven. Blind. Kan je geen voorzet geven of zo? En Axel Witsel aan de bal. Hazard. Goeie sliding. De bal gaat naar Lukaku. Pas naar keeper, Bijlo, naar voren. Nee, hoe leef je die in? Oh, goed dat Virgil is zat. Mooie bal. Yannick Carrasco nu. Hazard. Maar uiteindelijk leidt het tot niets. Kastanje. De bal gaat rond. Ja, wacht op dat gaatje. Maar helaas, de aanval loopt spaak. Frenkie de Jong met de bal. Mooie actie. Waarom loopt daar niemand? Tielemans. Afpakt. Oh, nepschot. Daar ben je langs. Gakpo, dan moet je... Is een definitie van fluwelen techniek om naar de helft van de tegenstander niet te verdedigen. Eden Hazard. Oh, wat een prachtige ingreep. Kijk, doelpunten zijn mooi, maar een goede tackle ook hoor. Denzel Dumfries. En Axel Witsel aan de bal. 34ste, goed 0-0. Ruiter krijgt nu ondersteuning van zijn teamgenoten. Nog niet echt. Kans, dat is Axel Witsel.
goed weggekopt. De paai. Of gewoon zelf doorgaan of ja, duurt niet lang, toch moet maar passen. Het leek gevaarlijker dan het is. En dan stond Witsel aan de bal. Gaan onderscheppen. En De Bruyne met de bal. Klaassen. Lukaku hier. Bal bij de tegenpartij. Onderscheppen voor. We zitten bijna aan de rust, maar er is nog geen één echt goede kans. Is voor Oranje. Daar. Snel. Verdediging effectief. Nog een keer. Vrije trap voor het Nederlands elftal. Dat is wel een mooie positie om voor te geven als het dan low. En dan. Goed weggewerkt. Ik moet extra tijd. Dat is de eerste helft. Nou, staat nog 0-0. Gaan we rusten. Hier allebei nog 0 schoten op doel. Daarom ga ik denk ik ook 2 bordjes doen. Zodat jullie. België, met hopelijk straks wel doelpunten krijgen. En dit is de tweede helft natuurlijk ook. Gakpo op de grond. Hij is Romelu Lukaku. De aanval loopt op niets uit. Ja. Frenkie de Jong met de bal. Eden Hazard. Eden Hazard hier. En Axel Witsel aan de bal. Nee. Schot van Hazard. Heel makkelijk. Nu moeten we een aanval. Memphis hier. Oh, komt hij wel mooi uit. Wat levert Oranje een vrije trap op? Dat zou ik wel geel voor geven, strijd. Nee! Gewoon pas. Ja, kijk. Ik speel je zo door. En dan schiet. Oh, wordt hij net aangeraakt. Dat is wel een goede kans. Dat is Axel Witsel. Gras eten! Gras eten. Even de Bruyne nu. Tielemans met de bal. En nu Eden Hazard. Hazard verspeelt hem. Memphis hier. Oeh. Aanval van het Nederlands elftal. Nu. Deze voor de Oh nee, waarom schiet ik naar Nep? Ik had meteen moeten schieten. Dat was misschien nog een leuke aanval. Hij komt met een schop. Hij raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. Mooi. Dan moet je snel uitbreken. Die is voor ons. Ingooi voor het Nederlands elftal. Ja, dat dacht ik wel. Frenkie de Jong. Mooie bal. Hele mooie bal. België is een bal. We moeten niet zo inleven. We krijgen zo'n hele mooie bal. Tielemans met de bal. Sterke tackle, pak de bal af. Hele goede tackle. Maar het is nu de jouw tijd. Maar ik kan niks, dan maar een voorzetje en dat. Klaassen! Ja! Ja, en dan hebben we nu de vraag: wat gaat de tegenstander daar nog aan doen? En hij kan dus ook met het hoofd scoren, zoals je ziet. Ja, dat zag er goed uit. En hier, vanuit dit perspectief. Hele mooie goal van Klaassen. Ik heb nu. Tielemans met de bal. Eden Hazard. De Bruyne met de bal. Hans van Aken. Hij weet de bal te onderscheppen voordat het gevaarlijk wordt. Toch die de bal afpakt. 3 is 4
78e minuut. We staan 1-0 voor. Op dat nu zo blijft. Ik denk dat ik even ga wisselen. Klaassen. Wijnaldum. Gakpo. Zetten we Bergwijn erin. En dan de licht. Zetten we Timber. Ja, wel een aanval tegen. Hans van Aken. Oh nee. Dan ga ik even in best wel minder, want het kan zijn dat we verlenging, dan zet ik wel even de lichter nog in. Oh, het is heel jammer dat ze die dan net tegen krijgen. Hun eerste schot of goal, en die moeten dan in. Scoren, daar kun je Kevin de Bruyne s'nachts wakker voor maken. Ik denk daar niet helemaal zeker van. Wel prima goal. Bergwijn en Ronaldo erin. Oh, nu gewoon volle druk. Memphis heeft de bal. Kom je net niet uit. Dat is heel jammer. Zonder bal wordt het lastig scoren. Hoor je wat die commentator zegt? Zonder bal wordt het lastig scoren. Ja, dat snap ik. FIFA, dat snap ik. Wordt het dan toch nog wel een spannende wedstrijd? Nee. Een hele gevaarlijke plek om de bal kwijt te raken, hoor. Het in de 83ste minuut, dus... Oh, lekkere redding bij Lo. De keeper die toch een keer scoren. Zit er wel goed bij, moet ik zeggen. Tielemans. Er gaat feestbloed ingebracht worden. Oh, hoe kop je die zo slecht? Geen doelpunt. Oh, goede onderschepping, Bergwijn. Zit er met 3-3? En is deze voor de voorsprong? Daar loopt de aanval stuk. Ik denk dat we nog... Eén kansje in de 89ste minuut zitten we. Als de paai deze mee. Helaas loopt die aanval dood. 3 minuten. De geeft 3 extra minuten speeltijd. En dan zijn het nog maar 2. Maar als we nou 1 aanvalletje. En België, nee, niet wel. Ja, dan gaan we verlengen. Of zullen we gewoon penalties doen? Bij het laatste fluitsignaal. We gaan wel. Gewoon. Maar ook geen golden goal. We hebben nu hun 3 schoten en wij 2. Klassiek. Coach wil een andere speler gebruiken. Aftrap, eerste helft van de verlenging. Ja, even die laatste kracht aanspreken. Penalties vind ik op zich ook wel leuk. Kevin de Bruyne. We kunnen ook gewoon rustig en dan... Kom er straks die penalties uit. Gini Wijnaldum nu. Nu een beetje rustig deze spelen. Bergwijn heeft de bal. De verdediging zit ertussen. Ah, oh, Bergwijn. Kastanje. Deze aanval verzilveren. Moeten wel straks... De paai er laten instaan als het penalties wordt, want de paai kan prima penalties sinds zo'n 100ste minuut. Dan ga ik even kijken wie ik ga wisselen. Misschien een extra switcher nog bij, gewoon voor de penalties. Oh, ah. Wat? Hoe kan die voor België zijn? Ja, dan moet je maar onderschappen. Iedereen is wel kapot moe. Even de laatste kracht. Nu. Eerste helft van de verlenging zit erop. De stand
is nog steeds gelijk. Penalties komen nu wel heel dichtbij. Maar dat is wel dat was de aftrap. Ik ga nu alvast even een wissel. Ik denk dat ik Berghuizer uit ga zetten voor Weghorst. Zodat tenminste hebben we wel nog een spits die dan zou eventueel kunnen scoren. Hazard hier, Eden Hazard weet het niet in de ploeg te houden. En daar stopt het. Eigenlijk moet Weghorst er wel even in. Hij gaat laten zien hoe Nederland achter je. Ah, hoe kan je zo ver worden weggeduwd? Hans van Aken. Schiet hem even uit. Zo, ik wil wisselen. Loopactie komt er wel. Daarom is het buitenspel. Ze gaan het doen. Daar ga je uit. Ik weet niet of ik hierna nog een potje ga hoor. Het duurt al aardig lang, Inge. Ah nee, niet zo. Nederland moet de bal afstaan. Eden Hazard. Dat betekent het einde van de aanval. Jan van Tom, interceptie. Mooi. 5 minuutjes. Lekker redding. Hier de 119e minuut. Penalties komen nu dichtbij. Zit in de 120e minuut, 1 minuut extra, maar kan hij het toch nog afmaken? Daar komt hij. Eigenlijk even penalties. Dit is nog eens een moment om te scoren. Ja, er is bijna geen tijd meer om het te herstellen voor de tegenpartij. Je zou moeten wel zeggen dat het gespeeld is. Gewonnen! De overwinning is binnen. Ja, ze hebben een goede wedstrijd gespeeld met het bijbehorende resultaat. Maar die slotfase, ja, daar zat toch wel wat van een in. Nou, ik ga penalties, vind ik wel leuk om te doen, dus ik ga penalties doen en dan ga ik gewoon even nu een bordje starten en dan zie ik jullie wel zo als we penalties hebben. Ja, daar zijn we weer. We kunnen nu kiezen en dan kiezen we natuurlijk voor strafschoppen. Het was een heel spannend bordje, want het is 4-4 geworden. Spelen Paris tegen Liverpool. Volgens mij is Hakimi trouwens best een goede penalty nemen. Dus die zet ik gewoon hier. Ja, dan gaan we beginnen. Daar gaan we. Daar komt de eerste poging. Gewoon rustig in het hoekje. Oké, dan mogen wij duiken. Dat kan natuurlijk schijn zijn. Ik denk dat hij links. De doelman steekt er een hele mooie redding. Ik ga gewoon weer in de kruising. Ja, niet helemaal kruising, maar hij zit. Elf meter. Het doel. Kruising rechts. Hij mist hem. Ja, hij doet maar Roma Doker af voor mij toe. Kylian Mbappé. En die passeert erbij. Kylian Mbappé. Hij krijgt nu op zijn schouders. Deze moet hij maken. Ja, hij moet deze maken en als Doemaruma deze redt, dan hebben we gewonnen. Oh, jammer Doemaruma. Ja, dan is het doel aan hem. Messi. Hij mag de beslissende gaan nemen. Laat in de reacties weten als de reactie aanstaat. Soms zelfs niet aan. Ronaldo of Messi. Oh, die gaat er net niet in. Hij maakt een paal. Deze moet ik hebben en ik heb gewonnen. Hij hield 1-1 tijdens een aanloop. De doelman, Hakimi, ligt in zijn handen. Als deze kort winnen, ja! Hakimi maakt hem. En wij hebben gewonnen. Nou, dan ga ik hier ook maar de video bij afsluiten, want
Kijk, daar hebben we Mbappé. Maar dan ga ik de video maar afsluiten, want ik heb hier heel lang gezeten. Eerst dat Nederlands elftal potje en dan nog eigenlijk wel heel lang heel veel potjes gedaan, omdat dan weer een winnaar kwam tot de penalties en toen, nu heb ik uiteindelijk penalties. Dus ja, dat was het dan. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk vinden jullie het leuk en willen jullie meer FIFA potjes. En ja, dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Doei!